Welkom in het Cultuurcafé, waar natuurlijk altijd een kopje koffie of met dit weer een glas water klaarstaat. En een literair gesprek aan de leestafel plaats kan vinden, of over politiek of over Noordwijk. Maar vrijdagmiddag 17 juli is er een bijzondere expositie in Galerie Het Klooster in de Hoofdstraat. En die expositie is van Annabel Oosterwegel, een Noordwijkse die fantastische foto's heeft gemaakt. Heel bijzonder. Zij is naar een leegstaand huis hier aan het Wandveld in Noordwijk gegaan. Heeft dat gefilmd, gefotografeerd, in scène gezet en daar een prachtig fotoboek van gemaakt. En haar foto's die hangen in Galerie Het Klooster. En de opening van de expositie is vrijdagmiddag 17 juli om 5 uur. En iedereen is welkom. Daarna, zondagmiddag 19 juli, hebben we een rosé-proeverij. Een zomer zonder rosé, wat is dat? Dus onze wijnkenner Jan Gort komt. Hij neemt allemaal lekkere flessen rosé mee, zondagmiddag om 3 uur. En we gaan rosé proeven, want de ene rosé is de andere niet. Wel even van tevoren aanmelden, want dan weten we hoeveel mensen er komen. Welkom.